Hij is de sterke man voor Vlaams Belang in West-Vlaanderen. En uit sympathie met de boeren waait hij altijd met zijn rode boerenzakdoek. Stefaan Sint-Aubyn gelooft niet in de doemscenario's van stikstof en haalt er een boerin bij die aan de rand van de afgrond staat. Ja, welkom Stefaan Sint-Aubyn voor Vlaams Belang. Op een moment waarop het wel leek alsof iedereen uit de hemel viel en plots een arrestdag van de Raad van State over dat beruchte stikstofdecreet en deed alsof men het niet zag aankomen. U gelooft daar duidelijk niks van. Nee, ik was eigenlijk niet verrast door het arrest van de Raad van State. Het was trouwens opmerkelijk hoe snel alles eigenlijk is ingediend door twee van de drie meerderheidspartijen. Ook al heel opmerkelijk natuurlijk. Ja, in mijn toch wel lange politieke carrière nog nooit meegemaakt hier in het Vlaams parlement, dus dat betekende wel wat. En als je dan ziet wie het voorstel van decreet heeft ingediend, Bart De Wever, Tom Ongena, Schiltz en Wilfried van Dalen, dan wist je dat het snel voor hen moest gebeuren en waarschijnlijk iets te maken had met een of andere Itaankraker in Antwerpen. Ja, om Ineos niet te noemen, want uw fractieleider verwees er ook naar. Om te beginnen, als het dan allemaal zo belangrijk is, waar zit Bart De Wever nu in het halfrond? En twee, als hij dan al eens iets doet, namelijk zijn naam onder een decreet zetten, wordt het eigenlijk prompt op de vingers getikt door de Raad van State. Bart De Wever komt natuurlijk nooit naar het Vlaams parlement, alleen maar om te stemmen. Maar ik vind wel dat zijn plaats vandaag in het Vlaams parlement was als indiener van een voorstel van decreet over een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste dossier van deze legislatuur, zoals minister De Meer altijd zegt, dat hij het zelfs de moeite niet vond om hier aanwezig te zijn. Ja, want u zei het zelf al, is het dan zo dat Ineos, die methaankraker in de haven van Antwerpen, dat die in heel dat dossier op het einde dan toch wel een zeer doorslaggevende rol is beginnen spelen? Misschien zelfs nog meer dan de boeren. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het Ineos dossier, alhoewel ik niet de details van het dossier ken, maar het is toch wel vrij opmerkelijk dat op het moment dat Ineos Radcliffe vraagt 500 miljoen borg, dat dan plotseling direct daarna, bijna tijdens het reces, een voorstel van decreet wordt ingediend over dat stikstofdossier. Ook al opmerkelijk dat dat ingediend werd, niet tijdens de parlementaire werkzaamheden, dan zou er een debat kunnen ontstaan zijn, maar nu in de duik. Ja. U verwijst er zelf naar, voor die rijke Brit met zijn groot bedrijf is men blijkbaar bereid om alles te doen. Maar het viel mij ook op, u haalde een brief of een mail tevoorschijn die u vannacht heeft gekregen van een boerenfamilie. Ja, voor John Radcliffe alles, maar voor die boerenfamilie dan blijkbaar niks. Hè? Vandaar dat ik het nodig vond om die mail, of toch een stuk van die mail, voor te lezen. Ik heb die gekregen vannacht of zo, rond 12:00, 1:00. Ik heb die gelezen en ik kreeg onmiddellijk koude rillingen. Het was van een boerin. En als je dat echt leest, dan is die boerin en haar familie, die zijn echt wanhopig. Die zijn bang van in armoede te geraken. Die weten niet wat ze de komende 10 jaar gaan doen, wat er gebeurt met hun bedrijf. En inderdaad, voor een rijke Brit, alhoewel mij stoort dat niet dat die Brit rijk is, maar voor die rijke Brit kon wel alles snel. Voor de boeren kan eigenlijk al jarenlang niks meer. En bewijs is geleverd vandaag ook, of gisteren door Jan Bon. Ze gaan een aantal juristen, gaan ze zelf aanstellen. Uiteraard. Vind ik al vrij opmerkelijk. Misschien ook gevaarlijk zelfs, want als je zelf juristen erop steekt, dan krijg je slechte decreten enzovoort. Ja. Dus gaan zelf die juristen en een aantal parlementairen, ik veronderstel van de meerderheidspartijen, maar de belangrijkste actoren, landbouwers en de ganse agrovoedingsketen, maar ook de industrie wordt daar niet bij uitgenodigd. Dus ik denk dat nu al het draagvlak weg is voor een volgend decreet of zo. Want u zou denk ik liever willen dat men opnieuw van een wit blad vertrekt, al die partners die u noemt aan tafel zet en dan probeert om tot een oplossing opnieuw te komen. Ja. Maar dat gaat ook veel tijd kosten. Dat gaat inderdaad veel tijd kosten, maar ik denk dat er nu al veel tijd verloren is. Ik denk dat we nu behoedzaam te werk moeten gaan en inderdaad iedereen aan tafel te brengen om zo het draagvlak te vergroten. Als je opnieuw groepen van mensen uitsluit,
dan gaat het opnieuw problemen krijgen, gaat het draagvlak weg zijn. En ik stel eigenlijk voor, of wij stellen eigenlijk voor, in afwachting van een nieuw decreet om een wijzigingsdecreet in te dienen om de vergunningen tot, ik zeg maar, tot eind 2024 te laten helden. Een soort voorlopige regeling. Ja. Zoals we al twee keer gedaan hebben. Ja, maar dat is dan wel heel pijnlijk dat je niet anders dan noodoplossingen moet verzinnen. Ja, op een probleem dat we intussen al bijna 20 jaar kennen. Hè? Klopt inderdaad. Maar de boeren zijn daar niet mee geholpen. Nee, met het riedeltje, altijd het riedeltje. Het is al 20 jaar bezig. Ik heb het ook in het debat gezegd. In het programma van N-VA stond niks over stikstof 2019. Mm-hmm. Zelfs in het regeerakkoord staat er weinig of niks. Het woord zelf stikstof wordt misschien 4-5 keren vermeld. Als ik u soms zo bezig hoor, dan denk ik, is meneer Sintobin een stikstofontkenner? Want u minimaliseert dat helemaal, heb ik de indruk soms. Ik stel mij de vraag, ik ben geen ontkenner, wat Jan Bon ook mag beweren. Ik ben geen ontkenner, maar ik stel mij toch wel soms de vraag, is het zo erg als alles wordt voorgesteld? Is het effectief zo dat de stikstof onze natuur volledig bedrijft? Is het zo dat de biodiversiteit echt onder druk komt te staan in natuurgebieden? Al die doemscenario's? Doemscenario's. Als ik de mensen van Groen mag geloven, dan is de wereld al 20 keren om zeep gegaan. Ik bedoel, maar ik ga daar niet in mee. Ik wil alle wetenschappelijke studies. En trouwens, het is in alle dossiers zo. Je hebt een wetenschappelijke studie A die A zegt. En je hebt er een die B zegt. Ja, en ik dus heb het... uw geloof in de wetenschap is dan ook niet zo heel groot, of wat? Toch wel. Maar ik lees graag alles en ik baseer mij graag op alles. Niet op één kant, niet op de andere kant. Maar ik leg de dingen samen. Ja. En ik vraag mij eindelijk af, inderdaad, is het zo problematisch zoals het wordt voorgesteld? Maar Vlaanderen heeft wel een stikstofprobleem. Absoluut. Onze buurlanden hebben een stikstofprobleem. Absoluut. Heel Europa heeft dat, toch? Ja, absoluut. Alhoewel, in vele andere landen is dat niet zo... Omdat er veel meer ruimte is, bijvoorbeeld. Ja, omdat Frankrijk te vergelijken met België. Wel, juist daarom dat wij ook zeggen dat de doelstellingen die worden opgelegd door de Europese Unie eigenlijk zouden moeten rekening houden met de specifieke kenmerken van een land. Voor mij toch een land, van een regio, van Vlaanderen. Dat zou misschien andere maatregelen te berde brengen. Want het is ook zo dat het niet de Europese Unie die zegt, Vlaanderen, je moet nu dat stikstofprobleem oplossen. De Europese Unie zegt, je moet die doelstellingen halen. En hoe dat jullie dat doen, dat is jullie eigen verantwoordelijkheid. Maar in welke richting, zonder nu in alle details te treden, maar in welke richting ziet u dan wel een oplossing mogelijk om stikstof te verminderen, want hoe dan ook zal dat moeten gebeuren. Ja, maar ik geloof sterk in innovatie en nieuwe technologieën. Blijkbaar andere partijen weinig of niks. Ja, ik hoorde daar, ik ken daar ook niks van, maar dat men die emissiearme stallen, dat eigenlijk toch niet doet wat het belooft. En dan zijn die boeren ook gesjareld, om het maar zo te zeggen. Daar heel veel geld in gestoken en het werkt niet. Sommigen zeggen inderdaad dat bepaalde technieken niet helpen. Ik betwist dat eigenlijk. Want de bewijzen zijn er dat het effectief wel helpt. Maar helpt het om alle stikstof weg te doen, wat trouwens onmogelijk is? Het zal nooit helemaal leeg zijn, het bad. Maar er zijn ook nog nieuwe technieken op komst. Ik noem maar de pocketvergister, waar toch veel aandacht voor is. Ik heb zelf... En dat is? Een pocketvergister die dus alle mest opvangt en alles eruit haalt wat er niet moet inzitten en ook niet de lucht in gaat, op een heel andere manier verwerkt wordt. Dat is maar één van de vele voorbeelden. Dat is een deel van de oplossingen. Maar dat moet een deel van de oplossingen zijn. En er zijn nog nieuwe technieken en nog nieuwe innovatieopkomst. Ja. En ik stel toch vast dat andere partijen, sommige partijen in bepaalde dossiers wel geloven in die nieuwe technieken en innovatie. Maar als het over de landbouw gaat, als ik sommige bezig word, dan mag van bijvoorbeeld tabak of schouwvlie de landbouw op de schop in Vlaanderen. Ja. Wat mij tenslotte nog opviel, West-Vlaanderen, waar u zelf een stevige positie inneemt, zal ik maar zeggen. Er werd wat gelachen met Jean-Marie de Dekker, die nu de kamerlijst gaat trekken voor N-VA, die toch ook zijn bedenkingen heeft bij heel dat stikstofgedoe. Hè? Ja, Jean-Marie de Dekker is inderdaad een speciale figuur. Het is ook Jean-Marie de Dekker die zegt van het Vlaams parlement een veredelde parochieraad. Wat u uiteraard ontkent. Hè? Wat ik uiteraard ontken, want het Vlaams parlement is de toekomst trouwens. Maar hij ook de vloer aanveegt met Zohal die Meer, die toch, hij staat wel als onafhankelijke op de lijst, maar toch
Is toch vrij eigenaardig dat die mensen van N-VA zelf en topmensen zo schoffeert. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Ja, maar die Picuur is wel aangekomen, had ik de indruk. Misschien had u hem zelf liever op de lijst gehad in West-Vlaanderen. Absoluut niet. Ik ben niet de grootste fan op dat vlak van het binnenhalen van mensen. Mm-hmm. Misschien anderen bij mijn partij wel. Maar als je niet overtuigd bent van het partijprogramma, ons partijprogramma, moet je ook niet op een lijst komen staan. Ik heb liever dat hij op een N-VA-lijst staat dan bij ons. En ik denk trouwens dat hij ons weinig of geen pijn zal doen. Want hij stond er de vorige keer ook al op. Ja, dat is juist. Liever arm en proper, hoor ik u bijna zeggen, dan rijk en helemaal niet goed bezig. Bedankt voor het gesprek over stikstof, meneer Sint-Obin. Dank u wel.